Roadstar vrienden, vinden jullie niet dat ik er ontzettend ontspannen uitzie? Zo relaxed, zo uitgerust. Dat kan wel kloppen, want ik heb vakantie gehad. Oh, dat was lekker. Met mijn eigen oude campertje, ook een Mercedes overigens, een Sprinter. Ben ik even op pad geweest samen met mijn vrouw, lekker door Europa wezen knetteren. Volgende is het geval. Mijn collega heeft een auto opgehaald uit Spanje. En die heb ik nou erop staan. En ik breng hem even door Duitsland in naar Hannover. Dus, Spaanse auto. Nemen we mee naar Hannover. Los ik dan morgen in Hannover. En dan gaan we weer pechgevalletjes terughalen. Op naar Hannover. Relaxed, relaxed, cool, keep it cool. Vakantiesfeer zit er nog in hoor. Het was een drukke dag vandaag. En hij is nog lang niet voorbij. Vanmorgen vroeg, midden in Hannover, ook gewoon midden in de stad. Hè, op een drukke doorgaande weg, die Spaanse auto gelost. Die man was er blij mee. Heb ik een motorfietsie, die heb ik omhoog gezet. Ja, en dan kom ik op deze bus. Omdat ik in tijdnood zit, ik ben vanmorgen heel vroeg begonnen en het is nu ook alweer 5:50, 's middags. Dus ik heb hem erop gezet. Met wat kunst en vliegwerk, ik heb er wat hout onder gezet. Hij staat goed, hij staat veilig. Ik kan ermee rijden. Maar ja, ik vind het niet mooi en niet netjes. En ik ben bang dat als ik zo meteen de derde auto hieronder moet zetten, dat als ik hem omhoog zet, dat die transit boven de 4 meter komt. Zorgen dat ik zo snel mogelijk geparkeerd sta en dan vanavond even omlaaien. Pff, het is niet anders. Hartstikke idee. Rennen. We dag in Oschatz. Kijk, ik had het net al uitgelegd natuurlijk. Ik ga hem toch even overlaaien. Fort naar achteren, motorfietsje eraf, dwars voorop, fort er weer op. Dan heb ik ruimte voor de Polo die ik nog ergens, die ik nog in de race heb gehaald. Dus, ik ga nog even 20 minuten zweten. En zo parkeerden ze hem gewoon voor, hè? Het was weer een mooie, goed gevulde dinsdag. Ja, wat gaat er gebeuren bij de volgende Belger? Zoals je kunt zien, staat er al het een en ander op. Maar nu moet die Scudo achter mij moet er ook nog even bij. En als klap op de vuurpijl, achterop, dat kleine Renaultje. Alles gaat mee. We gaan nu vanuit de omgeving Berlijn terug richting Nederland. Leeuwarden om precies te zijn, om de eerste eraf te zetten. We gaan ook weer laaien. Dan weer een beetje lossen. Dan schiet ik nog weer eventjes terug de roer in. Pak ik nog even wat op. Oh, het is nog maar woensdag, hè? Dus de week is al lang niet voorbij. Als je speer naar huis toe. Tenminste naar huis. Naar Nederland toe. Wordt tijd. Hoppakee. En we zijn weer los. Op weg naar Nederland. Zo hebben we alles als de bliksem gelost. We maken dat we thuis komen. Weekend vieren. Ik zou zeggen, doe voorzichtig het weekend, jongens en meisjes. En tot de volgende keer. Rustig aan. Relax, relax, relax.